Het is vandaag zondag 18 november 2018. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en we staan hier in de haven van Steenberg. Want zometeen komt hier achter mij Sinterklaas aan met al zijn pieten. En wat hebben we daar weer lang op moeten wachten. En vol verwachting klopt natuurlijk ons hart. En ook dat van alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's die hier nu binnendruppelen. Dus ja, we gaan eens even zo een kijkje nemen. Jurgen, we waren toch met twee cameramannen? Hey, Piet, heb jij toevallig onze andere cameraman gezien? Ik ben er net. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Sorry. Dat is raar. Even kijken hoor. Sunny, heb jij toevallig de andere cameraman gezien? Nee, ik ben hem ook al aan het zoeken. Ik zou zeggen, misschien dat iemand anders het weet. Hey, wat raar zeg. We gaan even een kijkje nemen. Ga je mee? Stiekem van Diemen zou jij ook willen dat deze Sinterklaas jij een zwembad krijgt vol niet de chocola. We willen chocola. Ik sta hier naast twee hele mooie pietjes. Wauw. En hoe heten jullie? Devin en Lorenzo. Devin en Lorenzo. Hey, en Devin en Lorenzo, hebben jullie al een verlanglijstje gemaakt? En wat staat er op dat verlanglijstje? Wat zou je graag willen hebben? Een T-Rex, zei je dat? Oh, dat is een dinosaurus. Ja. Die mond open kan. Wow, dat klinkt vet. Nou, dan gaan we maar duimen dat Sinterklaas de T-Rex naar jullie toe brengt. Ik sta hier bij nog een hele leuke Piet. En Piet, hoe heet jij? David. Hey, en David, heb jij al een verlanglijstje gemaakt? Ja, dat ik een Spider-Man pak wil. Een Spider-Man pak, wat gaaf. En heb je er ook al nog meer op staan? Nee, dan nog niet. Hey, en wat vind jij nou zo leuk aan Sinterklaas? Dat de pieten heel veel salto's doen. Dus heel veel salto's doen, wat gaaf. Zou je dat ook wel willen kunnen? Dat kan ik al. Dat kan jij al, wat knap voor jou zeg. Wow, heb je dat zomaar zelf geleerd? Ja. Knap hoor, David. Hey, nou, Sinterklaas komt bijna aan. En dan zullen we maar eens goed gaan kijken of we de boot al zien. Ja. Kom maar, kustaart, uw wild geraas. Het is voor het feest van Sinterklaas. Stand maar met je voeten op de grond. En draai maar lekker in het rond. Zwaai met je handen heen en weer. En schud je heupen nog een keer. Dit liedje is een goed idee. En Sint en Piet, die doen ook mee. Het wordt... Zeg, Piet, weet jij of we al in de buurt zijn van Steenberg? Wil je even kijken? Ik zie nog niks hoor. We zullen het denk ik ook zo al zijn. Even heel goed kijken. Ik zie wel iets. Hoor je misschien de kinderen al een klein beetje zingen? Oh, ik zie de toren van de Gumaris. Ja, zie je dat? Al een heel klein beetje. Ook al, ja. Oh, dat gaat vast goed. Ik heb er wel zin in. Hè. Oh, al die lieve kindertjes. Ja. Oh, en die papa's en mama's die zo lief geweest zijn dit jaar. Ja, oh. Zou de burgemeester er zijn? Ik ben benieuwd. Ja, kijk. Ja. Oh, jongens. Ja. Pieten, we zijn er bijna hoor. We zijn er bijna hoor, Pieten. Een werkelijk dolle pret, een boterletter van banket.
heb jij je schoentje al gezien? Die kant. We mogen lekker laat naar bed. Nu nog één keer opgelet. Stamp maar met je voeten op de grond. En draai maar lekker in het rond. Zwaai met je handen heen en weer. En schud je heupen nog een keer. Dit liedje is een goed idee. En Sint en Pitty doen ook mee. Dit liedje is een goed idee. En Sint en Piet, die doen ook mee. En ik was net bij een heleboel Pietjes, maar ik zie hier een Sinterklaas. Wat een mooie mijter heb je op je hoofd. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Hé, en wat vind jij nou het allerleukste aan het hele Sinterklaasfeest? Dat we dansen en zingen. En ook dat je heel veel... Wat krijg je allemaal? Cadeautjes en chocoladelettertjes. Dus je houdt ook lekker van chocoladeletters. En wat vind je nou een lekkere chocoladeletter? Een witte. Een witte chocoladeletter, wat lekker. En heb jij ook al een verlanglijstje gemaakt? Ja, daar had chocolade en make-up en een cd van Kinderen voor Kinderen. Oh, wat leuk. Hey, en wat is jouw favoriete liedje van Kinderen voor Kinderen? Het was de boot, hè? Kom erbij. Wat vind jij nou het allerleukste aan het hele Sinterklaasfeest? De pieten en de cadeautjes. En wat vind je nou zo leuk aan die pieten? Alle pepernoten en zo. En heb je ook al een verlanglijstje gemaakt? Ja. Wat staat daarop? Allemaal. Dat zijn cijfers die je ergens anders in kan veranderen. En robots en Lego. Wow, dat klinkt als een heel leuk verlanglijstje. Piet? Ja. Zijn we er al bijna? Ja, we zijn er bijna. Gekjes Piet. Het duurt zo lang. Ik zie het aquaduct zie ik al, dus. Oh, we zijn er bijna. Zo'n stukje. En dan zijn we weer steden. Oh, gelukkig. Oh, al die lieve kindjes. Ik heb er zo zin in. Oh, al die kind. Ik hoop niet dat ze het een beetje te koud hebben, hoor. Nee, ik hoop het ook niet. Als ze maar goed hebben aangekleed. Ja, dat mag wel. Dat is heel belangrijk. Maar ja, we gaan flink met ze dansen, hè? Ja, we gaan lekker met ze dansen zometeen, ja. Wordt vanzelf warm. Ik hoop ook dat de Sint allemaal leuk gaat vinden zometeen. Dat zal toch wel, hè? Ja. Ik vind het altijd wel leuk. Altijd alles leuk. Vooral met de kinderen erbij. Zeker. En natuurlijk de papa's en mama's. En de opa's en oma's. Wordt weer een feestje, hè? Wordt zeker een feestje. Een heel groot feest. Nou, daar gaan we nog, Piet. Over het aquaduct heen. Dan zet ik altijd trouw mijn schoen. Dan hoop ik dat Piet er dan iets in zal doen. Oh, als dat nog goed gaat, dat is nog heel smal hier. Hè? Ja, heel zeker. Oh, Sinterklaas, wij houden van... Ik zie daar de stoomboot met Sinterklaas, maar wie zie je daar ook? Onze cameraman, gelukkig. We hebben hem weer gevonden, wat fijn. Oh, ja, want misschien kunnen we wel verbinding maken. Ja? Ja? Sinterklaas? Hallo? Hallo Sinterklaas. Dag cameraman, hoe is het met u? Ja goed, het is wel een beetje koud hè? Een beetje koud. Nou, in Spanje was het wel wat warmer. Dat was wel lekker, ja. Ja? Ja, maar okay. Dat geeft niet. En waar gaat de reis naartoe Sinterklaas? Ja, waar zou de reis nou naartoe gaan? Ja. Steenbergen natuurlijk. Steenbergen. Daar zijn zoveel lieve kinderen. Allemaal lieve kinderen. Allemaal lieve kinderen. En hoeveel kinderen verwacht u daar Sinterklaas? Nou, ik denk 3.000-4.000. Zoiets denk ik wel, ja. Zo? Ja. Ja, Steenbergen is een echte stad, ja, hè? Zeker. Ja. Wij staan te springen, hard mee te zingen, oom, eom. Laten we dansen, grijp nu je kans. Madeleine zie ik. Ja, ook. Oh, kijk eens, ja! Oh, wat gezellig dat jullie er zijn. Feestje de pepernoten, kleine en hele grote feest van Sinterklaas. Piet loopt en zoekt de rooien, flink in het rond te strooien en cadeaus.
Daar allemaal. En ik zie Sinterklaas al zitten. Sinterklaas, hier moet je van genieten. Dit kan alleen met Sinterklaas. Niet durven dromen, toch weer aangekomen. Het viel niet mee, reizen over zee. Flink gevaren op de woest. Pieter, wat fijn dat jullie weer in Steenbergen zijn. Hoe was de tocht? Ja, dat ging gelukkig heel goed. Ja. Ja, echt. Het is alleen een beetje koud vergeleken met Spanje, maar ja. Weet je wel, hè? Maar als we gaan dansen, worden we lekker warm. Ja, dansen worden. Gaan jullie zo ook mee naar de markt? Ja, natuurlijk. We hopen dat alle kindjes mee naar de markt gaan. Dat zou wel gezellig zijn, hè? Ja. Want, wat zouden ons allemaal daar te wachten staan? Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, we gaan er echt heel veel spelletjes doen met de kinderen. En ze kunnen allemaal met Sinterklaas op de foto. Het wordt echt heel leuk. Ik ga gymmen met Pieter. Pieter Gym hebben we ook. En knutselen. Dus het wordt echt heel erg leuk. Oh, nou, ik heb er zin in. Hartstikke leuk. Wat een spanning, minuten duren uren. De wind die maakt het guur en ik voel de kriebels in mijn buik. Wat een spanning, de stoomboot is geladen. Cadeaus en chocolade, ze liggen onder in het ruim. En ook Sint is weer klaar voor het feest. Van blijde kinderen houdt hij het meest, het meest, het meest. En Piet die staat te zingen. En springen, lekker swingen. Het is allemaal voor jou en lekker strooien. Weggooien, dat is het mooie. Het is allemaal voor jou, we staan te zingen. Wat een feestje, een ieder staat te springen en Piet die staat te zingen. We wachten nu op Sinterklaas, wat een feestje. Sint is zojuist gearriveerd in de haven en wij gaan nu samen met alle publiek en alle Pieten en Sinterklaas op weg naar de markt. Waar we eens gaan kijken wat de kinderen daar kunnen doen. Ook Sint is weer klaar voor het feest. Van blijde kinderen houdt hij het meest, het meest, het meest. En Piet die staat te zingen. En springen, lekker swingen. Het is allemaal voor jou en lekker strooien. Vergooien, dat is het mooie. Het is allemaal voor jou, we staan te zingen. Sint is weer klaar voor het feest. Ik sta hier bij een Piet en dit vind ik wel een hele bijzondere Piet. Wat heb je voor schort aan? Nou, dit is een speciaal schort. Want er zijn sommige kindjes en die mogen geen pepernoten, want daar zitten gluten in. En ik heb dus zelf helemaal speciaal glutenvrije pepernootjes gebakken met mijn schort en mijn tas. En die zitten hier in mijn tas. En dan kunnen de kindjes die dus geen pepernootjes mogen, echte pepernootjes, die mogen mijn echte pepernootjes en die zijn glutenvrij. Wauw, hey, en smaken die dan net hetzelfde als de echte pepernoten? Nou, ik doe mijn best, maar gluten die zijn heel belangrijk om de pepernootjes krokant te maken. Dus het is lastig om dat te doen, maar ik ben allemaal aan het proberen geweest en ik heb allemaal recepten geprobeerd. En ik vind dat deze toch echt wel heel lekker zijn. Misschien nog wel lekkerder dan de gewone pepernootjes. Oh, nou wat een geluk dan. Hey, wat fijn dat er dan zulke Pieten zoals jij zijn die dan die speciale pepernoten bakken. Ja, ik mag zelf ook geen echte pepernoten. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als je Piet bent, want ja... Wat moet je dan eten? Maar daarom heb ik zelf allemaal geëxperimenteerd om glutenvrije pepernootjes te maken. Gehouden. De kinderen moeten eerst over de bank lopen, dan in de hoepel springen en een cadeautje in deze doek gooien. En dan kunnen ze op mij een Pieterdiploma kunnen halen. Kijk, daar hebben we er weer. Wat is jouw naam? Duncan. Zet je schoen, hey yo. We stoppen je verlanglijst in, hey.
zet je schoen, hey-oh. Als niemand het ziet in de pols van de nacht. Dames, wat hebben jullie in je handen? Pieterdiploma, oma. Hey, en een pieterdiploma, wat heb je daarvoor moeten doen? We moesten eerst er hoepels en daarna een cadeautje in een ton gooien. Een bank lopen, door hoepels heen en dan in die ton gooien. Hey, en was dat moeilijk? Nee. Oké, hey, nou, hey, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, en gaan jullie hier nog meer op de markt doen? Weet niet. Gewoon lekker even rondkijken. Ja. Hey, nou, heel veel plezier. Dankjewel. Zwaai je met je schoentje. Zwaai je schoen, zwaai je schoen, zwaai je schoen omhoog. Zwaai je heen en weer met z'n allen en dan gaat die nog een keer. Zwaai je met je schoentje en de meisjes gaan rondjes draaien. En de jongens gaan door met zwaaien. Bij Lizzie. En Lizzie, wat heb jij net gedaan? Met Sinterklaas op de foto. En vond je het spannend? Nee. Nee? Heb je ook nog iets tegen Sinterklaas gezegd? Ja. Wat dan? Bedankt voor de foto. Oh, wat lief dat je hem zo goed hebt bedankt, meisje. En heb je toen ook nog iets gekregen van de Zwarte Piet? Ja, pepernoten. Oh, wat lekker. Hey, en ga je nou vandaag ook je schoen zetten? Ja. En weet je ook al wat je op je verlanglijstje gaat schrijven? Ik heb geen verlanglijstje. Oh, die moet je nog maken? Nee. Oh, maar is er misschien wel iets wat je dan zou willen hebben van Sinterklaas? Een tablet. Een tablet. Oeh, dat is leuk. En wat zou je daar dan mee doen met die tablet? Spelletjes op spelen. Leuk. Nou, Lizzie, dan hoop ik dat je het leuke cadeautje krijgt. Met zwaaien, met z'n allen, daar gaat ie nog een keer. Zwaaien met je schoentje. Sinterklaas en Piet, wat fijn dat ik hier even mag zitten. Hoe gaat het? Nou, het gaat geweldig, hè? En heb je al die kinderen gezien? Ja, ik vond dat er zoveel kinderen waren, ook al bij de haven. Het is fantastisch. Ongelooflijk. En het zijn alleen maar lieve kinderen. Maar ik zie jou nou zo. En je kleurt een klein beetje zo nu, Zwarte Piet. Oh, echt waar? Ja, nou, ik moet zeggen, ik word er zelf ook wel een beetje zo zenuwachtig van. Ja, ook al, ja, ik mag dan misschien nou wel wat ouder zijn, maar ja, ik vind het blijven toch wel een beetje spannend vinden, hoor. Maar ben je wel lief geweest van het jaar? Ja, ontzettend lief, zeker. Kijk, alle kinderen mogen schoenen zetten, maar de oudere kinderen mogen ook schoen zetten vanavond. Oh, dus ik mag ook mijn schoen zetten? Zeker mag dat. Iedereen mag zijn schoen zetten. Alle kindjes in Steenbergen, papa's en mama's, gewoon je schoen zetten. Dan komen wij hem lekker vullen bij jullie. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Hey, en Sinterklaas, hoe was nou de tocht naar Steenberg? Nou, eigenlijk ging dat heel snel. We hebben geen wind gehad, geen storm gehad. En de wegwijspiet wist Steenbergen precies te vinden. Dus nou, dat is één groot feest hier dan, hè? Ja, maar wat jammer dat dan muziekpiet er helaas niet bij kon zijn. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, als je ziek bent, dan ben je ziek, hè? Dan kan je er niet bij zijn. Het zou zonde zijn als hij ineens alle Piet en alle kind zou aansteken. Dus die moet maar lekker uitziek en dan volgend jaar hopen dat hij weer beter is. Ja, nou, en gelukkig maakt Menno er natuurlijk een groot spektakel van. En die heeft het mooi opgelost, hè, Menno. En kijk eens, al die pakjes Pieten. Nou, Pieten zijn het niet, hè. Al die pakjes, zie je dat? Die gaan we dan vanavond ook maar uitpakken, hè? Ja, nou, hey, ontzettend gezellig. Hey, Sinterklaas en Piet, hartstikke bedankt dat ik er even bij mocht zijn. En wat ben ik blij dat jullie weer fijn hier in Nederland zijn. Wij hebben er ook zoveel plezier in. Al die lieve kinderen in Steenbergen. We maken een groot feest van. Leuk je even gesproken te hebben. De Sinterklaas intocht 2018. Wij rollen hem af en gaan nog even lekker dansen. Tot de volgende keer! Sinterklaas, wij houden...